Zo vind je een goede oppas. De reddende engel van menig ouder is de oppas. Maar hoe vind je nou een goede en betrouwbare? Het handigste is om een oppas te vinden via je netwerk. Vraag dus eens rond. Aan je buren, aan familie, aan vrienden, op school, aan ouders van vriendjes van je kinderen. Er is vast wel iemand die weer iemand kent. En het fijne van een oppas via-via, dat je altijd een referentie hebt. Levert je netwerk niks op, dan kun je denken aan een advertentie. Je kunt natuurlijk ouderwets een advertentie ophangen aan het prikbord in de supermarkt. Maar je kunt ook online denken. Denk bijvoorbeeld aan Marktplaats of sites met buurtmarktplaatsen. Ook zijn er verschillende professionele oppaswebsites en bureaus. Denk bijvoorbeeld aan Oppas Nederland, Sidley, Charlie Cares of Amster Nannies. Waar moet je nou op letten bij het vinden van een goede oppas? Kijk vooral naar de werkervaring van de oppas. Heeft zij of zij vaker gewerkt met kinderen in dezelfde leeftijd als jouw kinderen? De Consumentenbond adviseert om ook altijd referenties op te vragen en ook die persoon daadwerkelijk op te bellen. Natuurlijk is een bepaalde klik ook heel erg belangrijk. Als de oppas komt kennismaken, weet je snel genoeg of er een bepaalde klik is of niet. Kijk tijdens het gesprek ook of de oppas de juiste type is voor jouw kinderen. Misschien hebben je kinderen wel een strenge oppas nodig bijvoorbeeld, of juist niet. En belangrijk om te kijken of je goede afspraken met de oppas kunt maken. Tot slot, als de oppas de eerste keer komt oppassen, blijf dan nog even een paar uurtjes thuis. Zo kun je zien hoe hij of zij met de kinderen is en hoe de kinderen op hem of haar reageren. Als het dan allemaal goed gaat, dan kun je de kinderen met een gerust hart achterlaten bij de oppas.